Goedemorgen en welkom bij het laatste nachtje doen van 2017. Speciaal voor deze gelegenheid zijn we helemaal naar de andere kant van België getrokken. Op de rivier de Rivier, de Belgische Maas. We zijn heel dicht bij de Franse grens. Maar ik had eerlijk gezegd een woest kokende regenrivier verwacht. Er blijkt amper regen te vallen zijn hier in de regio. En dus het water staat stiller dan een parkvijver. Gisteravond aangekomen in het donker, materiaal opgezet. Met de boot water op, een paar stekken gezocht, aangevoerd. En ik dacht van, ik laat het voer even zijn werk doen. En deze morgen bij het eerste licht opgestaan, hengels erin. En het feest komt meteen beginnen. Ik denk dat ik ondertussen al aan brasem 6 of 7 zit. Dus de brasem zitten vol op het voer. En we gaan zien of dat er ook karper op komt vandaag. We lopen zo stilletjes aan tegen de middag. We hebben net nog een paar andere stekjes aangevoerd. Hier bleef het een uurtje stil en ik ging net de hengel nog eens herinhooien als ik toch een aanbied krijg, maar aan het dansen van de wakker te zien. Nog een brasem vrees ik. Nummer 8 of zo. Ja, de hengeltop die... Oh. Ik zit vast in de steen. In allerlei... Een paar pliepjes en zo van, oh ja, weer een brasem. Maar de... Plots klapt die hengeltop om en gaat die door de slip. En dan zat alles even vast. Schiet alles los, dacht ik van ja, dat klopt niet. En nu, ofwel is het een hele grote brasem. Of een barbeel of zo. Een barbeel zeker. Ik durf nog niet zeggen dat het een karper is. Ik zag een lichte flits. Maar alleszins goed nieuws dat er andere vis op de stek komt. Dat was een beetje de bedoeling. Hier van de... Van het trio van de Maas, denk ik. Brasem, Kofoorn en Barbeel. Die heeft al iets meer sport dan een brasem. Dus hoop dat de Barbeel ook de karpers kunnen overtuigen nu om langs te komen. Alleszins, ik zie het als een positief teken. Dat de revolutie komt in de stek. Snel een beetje bijvoeren, hengel er weer op. En hoop dat de volgende een karper is. De eerste barbeel is binnen. Ik wil nu heel goed kunnen opvolgen wat er op de stek gebeurt. Dus ik ga met de boot, schep je voer erop, richt er net naast. En dan zien hoe dat de stek verder evolueert. Late herfst, de dagen zijn heel kort, de zon is weer al aan het ondergaan en het is pas een uur of vier. Dus rond de middag er echt sterk over getwijfeld om toch hierin te pakken en al naar een andere stek te gaan. Maar door die barbelen ondertussen nog een aantal brasems later, heeft het hier vanavond nog een kans. Wel de andere stekken aangevoerd, ik weet sowieso, dicht bij een sluis is altijd een goede stek, er hangt er altijd wel wat vis rond. En hier halverwege het stuk zijn er hele mooie rotspartijen. En daar heb ik een aantal in het water gevallen bomen gevonden, dus een echt obstakelstek. Die kan ik alleen vanuit de boot bevissen en dat is dan wel de bedoeling morgen. Om gewoon overdag, ik heb ze aangevoerd al vandaag, morgen voer ik ze ook nog eens aan. Om die dan overdag te bevissen vanuit de boot met rotpotje.
Er zit geen stroming op, er is ook geen wind. Hoge druk, helblauwe hemel. Heel aangenaam om in het zonnetje te zitten, maar niet echt najaars visweer. Dus het wordt echt zoeken en fijn vissen om een karper te vangen. Dat voel ik nu al. Maar het kan snel veranderen. Het kan hier zomaar een schootje net in het donker aankomen. De eerste uur van het donker in die periode van het jaar is altijd goed. Dus die wil ik zeker hier vissen dan. En als dat nog niets is, ja, dan wordt het misschien toch nog tijd om te verkassen. Misschien vannacht nog, misschien morgen vroeg. Hangt er echt vanaf wat er gebeurt. Zo, we hadden nog maar net onze hoop uitgesproken over vannacht en als de linkerhengel toch een knallende run heeft en dan een best stevige drill, eventjes spannend hier in de kant met de boot, toch de eerste maaskarper kunnen scheppen van de sessie. Niet de grootste vis, maar wel in zo'n lange, gemeen vechtende rivierschoot met grote vinnen. Ik toon hem direct, even op de mat. Een stukje filmen en een paar foto's nemen. Ik toon hem graag en met trots onze eerste november maaskarper. Heeft heel lang geduurd. Heel zorgvuldig de stek opbouwen. Uiteindelijk ging er wel een emmer voer in, maar dan over een heel lange periode. Iedere keer, na iedere brasem, na iedere aanbeet, heel voorzichtig bijvoeren. Goed in de gaten houden wat er op de stek gebeurt. En kijk, ik ben blij dat ik dat plan in mijn hoofd toch gewerkt heeft. En dat ik die vis kan tonen. Niet de dikste vis, maar wel behoorlijk lang. En als je die staart ziet, dan weet je gewoon dat we er een stevige drill aan beleefd hebben. Haha. Ik ben al benieuwd wat de Maas nog voor ons in petto heeft al sinds. Ik hoop dat het een slapeloze nacht wordt, Chris. Ja, dat zou wel zot zijn. Zo echt een keer een nacht vis na vis. Ik ga beginnen met een tweede proberen te vangen. Dan gaan we gewoon voorzichtig verder doen zoals we bezig zijn. En zien we dat de nacht ons nog brengt. Voilà. Oké, je hengel moet snel terug natuurlijk. Eventjes de punt controleren. Hugo zegt van, dat wordt moeilijk met die haak, maar op het eerste zicht voelt hij echt nog. Oké, aan het prik direct in mijn nagel, dus niks aan de hand. Boilie zit er ook nog stevig aan. Voor mij nog goed. Is nog zeker zo scherp als ervoor. Dus ik kan meteen hengel terug op positie. En dan stretch erin, maar hopelijk voor niet te lang. I'm
zou zeggen, een goede morgen, maar dat was eigenlijk alles behalve. Als jullie weten, heb ik gisteravond een karper gevangen. Daarna is het heel stil gebleven op de stek. En ergens heel vroeg in de ochtend, het was echt nog pikdonker. Plots onheilspellend gepiep, ik storm uit mijn tent. En voor mij een gigantisch schip, er kwam gewoon geen einde aan. Die vlak in de kant vaarde. Moest hier eigenlijk helemaal niet zijn, want die moeten rechts van Thailand varen. Dus die pikt alle twee die lijnen op en ik stond hier een beetje hulpeloos naar Hugo te schreeuwen van kom help mij, handen op de spoelen. En dat heeft wel even geduurd, want dat schip bleef maar hier rondtobberen. Echt pal op de stek. Hengels zijn het water niet ingegaan, wel de lijnen door. En ja, dan duurt natuurlijk even tien dat je weer aan het vissen bent. Dus dan bij het licht één hengel ingelegd, omdat we sowieso van plan zijn om te verkassen. Maar toch één hengel ingelegd om te zien wat er nog zit van activiteit. En al snel kreeg ik weer een aanbied van een brasem. Ik denk dat het tijd wordt om hierin te pakken en een beetje mobiel te gaan vissen vandaag. Er zijn ondertussen al heel veel boten gepasseerd en ik denk dat het sowieso niet echt een optie is om hier nog vol door te gaan. Ik probeer nu voorzichtig met een backlead en de eerste ervaring is goed, maar als die grote schepen passeren, dan hou ik toch mijn hart vast. Dus alles in de boot en gaan varen. Goed, alles is ingepakt. Ankers komen uit de auto. Zo weinig mogelijk materiaal in de boot. En we gaan een beetje obstakel vissen bij de in het water gevallen bomen. Ja, we zijn bij de eerste obstakelstrek aangekomen. Die in het water gevallen boom hier achter mij. De bedoeling is om een stuk stroomopwaarts te varen, de boot te ankeren en dan de hengels heel dicht bij het obstakels te gooien en pal op de hengels te zetten. Ik geef het hier een uurtje, als het hier niet lukt, dan heb ik verder nog zo'n stek en probeer ik het daar. Eventjes een woordje uitleg bij de aanpak hier. Als je zo'n obstakelstekjes op voorhand hebt aangevoerd, dan is het niet de bedoeling dat je er dag en nacht gaat op vissen. De bedoeling is om zo snel mogelijk een beet te krijgen, dus ik ga net heel attractief vissen. We hebben net 20, 25 boilies met de werkpijp naartoe gegooid. En nu een boilie of 4 verkruimeld in dat netje. En we zien wel, als er is echt een typische kopvoornstek. Als er witvis rondhangt, dan zien we het. En als er karpers rondhangen, ja, dan gaan we het ook gewoon rap feedback krijgen ervan. Heel lichte weerstand gevoeld, iets dat met zijn kop schudt, maar niet echt karper. En mijn oude trouwe 40 pond submerge, die is echt nu hier ook weer op die steen, op die mossel, die is echt zo slijtvast. Ik heb extra voorslag mee, mocht echt op een groot mosselbed zitten, maar tot nu toe houdt die lijn echt prima stand. En zo'n standaard ledcorlite eraan van 75 centimeter. Loodclip uiteraard, dat lood eraf kan als die vast komt te liggen. En als onderlijnen materiaal, een onderlijntje van een centimeter of 20, 30 pond armadillo, ook iets dat ik quasi standaard gebruik en dat ook voor hier zeker sterk genoeg is. Simpele bodemmaatsrig, haakje 4 met een rechte punt en een lineliner erop. Ja, hier op die tweede stek gebeurt helemaal niets. Onze auto staat natuurlijk aan de jachthaven. En de bedoeling is dat we nu op weg gaan naar de barrage. Dus we gaan ons eventjes in twee splitsen. Ik ga een auto ophalen met slaapmateriaal. En Hugo vaart gewoon door naar de barrage. En daar is het meeting point. Right. Oeh. Serieuze tocht gehad om hier te geraken. Barrages zijn sowieso altijd goede stekken. Je kunt er helaas niet vlak tegen zitten. Je moet er 50 meter van blijven, dacht ik.
Hier een beetje verder staat een bordje, maar hier zitten we safe. Het leuke aan deze stekker is dat er net na de barrage ook nog eens een eiland is. Dus we kunnen gewoon die kop van het eiland meepakken. En die andere hengel vis ik iets naar links of naar rechts. Ik moet nog eventjes met de dieptemeter erop om te zien of dat er nergens een gat ligt. Maar het eerste dat ik doe als ik op die stek aankom is zachtjes een beetje bijvoeren. En dan kan je perfect met de werkpijp natuurlijk op die kop. Als die vissen rond Thailand patrouilleren of van de barrage langs Thailand, dan komen ze daar zeker langs. Wat ik altijd wil als ik een sessie afsluit, is dat ik er alles aan gedaan heb van wat ik kan om er toch een succesvolle sessie van te maken. Dus nooit opgeven is motto. En soms krijg je dan op het einde nog een ongelofelijke meevaller en dat geeft een gigantische boost. Of soms gebeurt er gewoon niks meer en dan moet je troosten met het feit dat je toch alles gegeven hebt. Dus ik hoop dat ik morgen vroeg jullie een vis kan tonen. Of straks. En anders zien we elkaar gewoon morgen vroeg om afscheid te nemen, denk ik. Heel goed nieuws. Ik heb vannacht super geslapen. En dat zegt meteen ook veel over gebrek aan actie dat we hier hadden. Ik had gisteren al gezegd, het was een hok. Ofwel zit er hier vis. Ze zaten hier duidelijk niet. Dus niks meer gevangen. Ik heb het helemaal warm gekregen. Het is een frisse ochtend van het inpakken van het materiaal. Ik denk dat ik heel veel moeite gedaan heb om jullie een paar karpers te laten zien. Het is helaas bij die ene gebleven, maar ja, dat is niet helemaal vissen. Soms lukt het niet zoals je zou willen, maar het is geen blank. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet even niet te liken en je te abonneren op het Fox-kanaal. En ik wens jullie een prachtige eindejaarsperiode toe. En tot een nachtje doen 2018.